Vlot de eerste kilometer hebben we achter de rug. Kilometer van 15-3. En zo gaan we de laatste kilometer in. Leiding in handen van Godrich. Aan de buitenkant Jamila. Daarachter Lovely Arctic met Wild Nature aan de binnenkant. Daarachter Jade Beukenswijk. Achter Jade Beukenswijk Looping de Liton. Binnendoor schuift op El Salsa. En Inflation heeft inmiddels ook weer aansluiting. Looping de Liton gaat naar het derde spoor. Doet hij precies in de Z-Turf bocht. De voorlaatste bocht. En die gaat nu in de aanval. Gaat op jacht naar de leiders. En die leiders, daar is één van. De trainingsgenoot van Looping de Liton. Paard dat aan de buitenkant ligt. En dat is Jamila. Jamila die nu de leiding gaat overnemen. Jamila neemt over. Looping de Liton komt er nu schuin naast. Daarachter gaat mee naar voren. Lovely Arctic. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Tussentijd 18-3. Daar gingen de proppen eruit bij Jamila. En je zag meteen dat er iets gebeurde met Jamila. Jamila gaat ineens een stukje harder. Jamila is ineens een stuk gemotiveerder. Jamila pakt een lengte voorsprong. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjada bocht. Uitgeschakeld nummer 1. Nummer 1 onregelmatig en galop. Laatste bocht door. En aan de buitenkant Looping de Liton op plaats 2. Derde plek aan de relingzijde is voor Lovely Arctic. Jamila heeft een lengte voorsprong. En Jamila komt als eerste in de laatste rechte lijn. Looping de Liton zou hem het leven nog zuur kunnen maken. Gaat hij ook proberen. Bas Krebas wil gewoon zijn eigen koers winnen. Ook al gaat het om een kampioenstitel van de man aan de binnenzijde van hem. Die met een trainingsgenoot rijdt. Bas heeft het helemaal voor elkaar. Want hij wint hier met Looping de Liton. Looping de Liton voor Jamila. En daarachter op de derde plek Lovely Arctic. 15-4 voor de winnaar. Trophy is ongewijzigd officieel winnaar. Paard nummer 5, Looping de Liton met Bas Krebas. In een kilometertijd van 1.15.4. Bloemen zijn voor Bas Krebas en ook een extraatje voor bij de jaarwisseling. Bas, gefeliciteerd. Je bent niet een trainer die cadeautjes weggeeft. Nee, zeker. Ik rijd om te winnen. Jim reed niet om te winnen. Die rijdt alleen om Niels de koers onmogelijk te maken. En dat pakte mij super uit natuurlijk. En ik rijd om te winnen. En, het is misschien zonde dat hem zijn titel kost, maar het is niet anders. Dat is koers. Dat is koers. Ja, je rijdt om te winnen. Prachtig, Looping de Liton. Je hebt wel eens eerder gezegd, het is niet echt een prototype winnaar. Ik zie nu 3 eentjes in zijn rijtje. Ja, tot mijn stomme verbazing ook. Maar je ziet, hij wordt steeds beter, steeds trouwer. En vergis je niet, toen Iris Gerry, die had om deze tijd ook nog niet zoveel gewonnen. Hè? En die ontwikkelde zich ook enorm. En dat ziet het hier ook naar uit. Kan hij nog de winter mee? Ja, ik heb hem volgende week weer ingeschreven. Dus ik ga ervan uit wel. Maar daarna zal hij wel weer even rust hebben. Nee, maar... Ik rij hem door de week niet veel en dan is hij zo weer goed. Heerlijk paard, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mooie winnaar, dames en heren, van de loyaliteitstrofie in de winstomklasse tot €15.000. Wordt gewonnen door Looping de Liton met Bas Krebas in 15-4. Looping is een 4-jarige donkerbruine ruin van Orlando Vici uit River de Liton. Gefokt door Ecurie de Liton uit Frankrijk in eigendom van de Gele Canaris Noord, die weer een overwinning scoren. Trainer en rijder Bas Krebas. Tweede werd de 3, Jamila. Derde de 4, Lovely Arctic. Vierde de 7, Jade Beukenswijk. En vijfde de 6, Inflation. 5, 3, 4, 7, 6 is officieel in koers 3 de loyaliteitstrofee. Foto's zijn gemaakt met de 4-jarige die nu lekker op stoom komt. En al 3 keer won in zijn laatste 5 koersen. Geef een applaus, Looping de Liton en Bas Krebas. Thank you, Jesus City. Start is gevallen. Goeie start aan de binnenkant van Godrich, ook van Wild Nature. En Jamila ligt in het derde spoor op dit moment. Er wordt even teruggenomen. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Godrich neemt de leiding en de buitenkant daarnaast Wild Nature. Derde is Jamila in het tweede spoor. Daarachter gaat binnendoor naar voren Lovely Arctic. Wordt gevolgd door El Salsa. En ja, de Beukenswijk is aardig goed begonnen. Voorlaatste ligt op dit moment Looping de Liton. En de laatste plaats is voorlopig voor John Dekker en Inflation.
Daar komt Jamila aan de buitenkant naar voren. En dan gaan de twee strijdmakkers in de strijd om de leerlingentitel de strijd nu even echt met elkaar aan. Godrich aan de binnenkant, aan de buitenkant Jamila. En Godrich rijdt een stukje mee. Godrich rijdt mee met Jamila. En Niels van der Tol laat zich niet verleiden tot een heel vroeg gevecht. De tussentijd is 13-3. En zo gaan we op weg naar de volgende bocht. De derde plek daarachter is voor Wild Nature. En de vierde plaats voor Lovely Arctic. Dan valt er een gaatje naar El Salsa. Ja, de Beukenswijk gaat nu al naar voren in het tweede spoor. Achter hem aan gaat Looping de Liton. En Inflation heeft even geen aansluiting op dit moment. En zo gaan de paarden de bocht door. Dan komen de rechte lijn voor de tribune in. Straks nog een ronde te gaan. En Veldman denkt, laat die Niels van der Tol er maar voor werken als hij er voorbij wil. En voorlopig doet Niels helemaal niks raars. Hij blijft er gewoon schuin achter hangen. En we gaan voor de tribune langs. Godrich aan de binnenkant. Buitenkant daarnaast Jamila. Daarachter volgt in het tweede spoor Lovely Arctic. Er komt de volgende tussentijd aan. 1:17:03. Vlotte eerste kilometer hebben we achter de rug. Kilometer van 15:03. En zo gaan we de laatste kilometer in. Leiding in handen van Godrich. Aan de buitenkant Jamila. Daarachter Lovely Arctic met Wild Nature aan de binnenkant. Daarachter Jaar de Beukenswijk. Achter Jaar de Beukenswijk Looping de Liton. Binnendoor schuift op El Salsa. En Inflation heeft inmiddels ook weer aansluiting. Looping de Liton gaat naar het derde spoor. Doet hij precies in de Z-Turf bocht. De voorlaatste bocht. En die gaat nu in de aanval. Gaat op jacht naar de leiders. En die leiders, daar is één van. De trainingsgenoot van Looping de Liton. Paard dat aan de buitenkant ligt. En dat is Jamila. Jamila die nu de leiding gaat overnemen. Jamila neemt over. Looping de Liton komt er nu schuin naast. Daarachter gaat mee naar voren. Lovely Arctic. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Tussentijd 18-3. Daar gingen de proppen eruit bij Jamila. En je zag meteen dat er iets gebeurde met Jamila. Jamila gaat ineens een stukje harder. Jamila is ineens een stuk gemotiveerder. Jamila pakt een lengte voorsprong. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjada bocht. Uitgeschakeld nummer 1. Nummer 1 onregelmatig en galop. Laatste bocht door. En aan de buitenkant Looping de Liton op plaats 2. Derde plek aan de relingzijde is voor Lovely Arctic. Jamila heeft een lengte voorsprong. En Jamila komt als eerste in de laatste rechte lijn. Looping de Liton zou hem het leven nog zuur kunnen maken. Gaat hij ook proberen. Bas Krebas wil gewoon zijn eigen koers winnen. Ook al gaat het om een kampioenstitel van de man aan de binnenzijde van hem. Die met een trainingsgenoot rijdt. Bas heeft het helemaal voor elkaar. Want hij wint hier met Looping de Liton. Looping de Liton voor Jamila. En daarachter op de derde plek Lovely Arctic. 15-4 voor de winnaar.